Hi en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. In deze week heb ik echt super veel leuke dingen gepland met mijn vriendinnen. Geniet ik lekker van de zon en ben ik lekker veel aan het eten, want dat mag af en toe ook. Zoals je ziet is bijna de helft nog niet geabonneerd, maar kijkt wel. Dus ben je nog niet geabonneerd? Vergeet zeker niet op die rode abonneerknop te klikken. En dan gaan we maar lekker beginnen met de video. Goedemorgen, het is vandaag maandagochtend en dat betekent een nieuwe week. Ik ben opgestaan met de kater van hier tot Afrika. Gisteren super gezellige barbecue gehad. Ook gezopen. Je weet het allemaal. Nou, helemaal kut. Maar het is weer vet mooi weer. Dus we gaan lekker varen met z'n allen weer. Stan is alvast naar de boot toe. Ik ga er nu ook heen. En ik moet vanmiddag ook werken, dus dat is wel kut. Dat is wel jammer, dan moet ik vroeg weg. Maar maakt niet uit. In ieder geval helemaal leuk, helemaal gezellig. Lekker varen met iedereen. Anne die... Ik moet gaan, want anders staat Anne op mij te wachten. Ik had net even lekker een broodje met zalm gemaakt. Ik heb hier een ijskoffietje. Dus nou, ik ben helemaal vrolijk van deze dag. Helemaal vrolijk van deze week. Helemaal vrolijk van de zon. Ik vind het leuk. Helemaal top. Jongens, ik ben echt naar de klote. Maar... ik ga nu werken. Ik heb werkkleding aan. In ieder geval gewoon een korte broek en een shirt. Ik ben nog steeds echt naar de kloten. Echt zo misselijk. En varen was wel heel erg leuk. Het was echt heerlijk. Alleen nu moet ik werken. Ik heb alleen niet gefilmd, want ja, was gewoon niet met mijn camera bezig. Nou, ik ga doen. Alright, het is inmiddels 8:30 en ik ben terug van werk. Ik voel me echt al een stukje beter. Ik moet zo meteen even de weekvlog editen. Ik ga zo meteen ook over 10 minuten rijden naar Hoofddorp. Want Ian en ik gaan tussenin meeten, zodat we even de camera's kunnen ruilen. Echt, het is zo dom. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik ben opgestaan, het is 8 uur. En ik ga lekker sporten. Het is echt niet normaal mooi weer. I love it. Vanmiddag ga ik ook even lekker zonnen met Stan nog. En ik heb een nieuw Stronger set aan van Monica Geuze collectie. Helemaal leuk. I freaking love it. En ik ga even snel een koffietje drinken. En dan ga ik vanmorgen. Ik ben klaar met sporten. Ik heb ook gedoucht. Even snel omgekleed. Even een simpel broekje van Bonket Fashion aan. Topje van Chiquelle, sandalen. En ik heb nu even iets wat ik moet doen voor school. Even bellen met iemand. En ja, sport was echt top. Ging echt super chill. En vanmiddag ga ik gezellig naar Stan toe. En ik moet ook nog werken, dus. Oké, het is inmiddels 3:15. Stan is hier. Ik heb me even omgekleed. Dus heb ik hier niet aan gedaan. En we gaan nu even lekker mijn tuin in. Even zonnen. Ik heb net nog foto's gemaakt voor Stronger voor een samenwerking. Dus dat is helemaal geregeld. Zo, we liggen hier lekker bij mij achter aan het water, in de zon. Heerlijk, maar we kunnen helaas niet zo lang, want ik moet ook nog werken. Maar, oh, wat een leventje. Ja, oh, ik was aan het filmen, maar ik film hem niet. We hebben hier lekker in de zon gelegen, schatty. En nu ga ik werken. Oké, jongens, ik ben inmiddels terug van mijn werk. Wat zit hier op mijn hoofd? Ik heb echt geen flauw benul. Ik moet even mijn kamer opruimen. Het is een one big mess. Maar zoals ik jullie laatst over mijn nieuwe vlogcamera vertelde, heb ik dus de nieuwe Canon G7X Mark III. De welbekende vlogcamera. En ik heb hem nu een tijdje gebruikt en ik ben echt zo ontzettend tevreden over de camera. Dus ik wil eigenlijk gewoon nog even aan jullie aankaarten dat ik ook een kortingscode heb. Dus wil je een camera aanschaffen, want ze zijn natuurlijk best wel prijzig. Maar ik heb een kortingscode en die staat in de beschrijving. En deze kortingscode is geldig bij Camera Nu. Daar zal ik ook een linkje van doen. De kortingscode is CNG7X3. En dan krijg je dus 10% korting. Het klinkt niet veel 10%, maar ja, je hebt eigenlijk nooit korting op vlogcamera's. Bijvoorbeeld aan twijfel om een YouTube kanaal te starten. Ik kreeg heel vaak de vraag van, moet ik een YouTube kanaal starten? Wat moet ik doen? Tips, dit en dat.
En eigenlijk een van mijn eerste tips is, schaf gewoon een goede camera aan. Je komt hier meteen professioneel over. Het is even een investering, maar alles wat je in je leven probeert, ook al start je een bedrijf, het kost gewoon een investering. En letterlijk het enige wat je nodig hebt met YouTube is een camera. Dus wil je een investering maken, zou ik dat zeker doen. De camera is onder €600 met 10% korting. Wordt die dus 5 nog wat. Dus ja, ik vind het een goed idee. Ik vind het chill. En daarnaast heb ik ook dit gekregen. Nog, want dit is dus een opzetstuk voor mijn microfoon. Want de Mark III heeft dus ook een microfoonaansluiting. Wat de andere varianten van de serie niet heeft. Dus dat vind ik ook een mega groot voordeel. Vooral met mukbangs en zo, weet je wel. Dan kan ik gewoon een ding. Ik ga even kijken hoe het zit. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb een klashuisje, een barbecue. Dus ik heb lekker jurkje aan. Leuke hakjes van Naked. Helemaal leuk. Ik heb mijn haar nu vast, want ik ga ze op de scooter. Maar ik heb een beetje haast. Dus ik ga even snel opschieten. Oh my god guys, het is inmiddels alweer donderdag. Ik heb gisteren gewoon de hele dag niet gevlogd. Maar dat kwam natuurlijk omdat het klasuitje had. En ja, ik ging daar niet echt vloggen of zo. Want ik kende niet, ja, ik ken iedereen wel. Maar ik zag ze voor het eerst een beetje over om te vloggen. Maar Suzanne heeft me gisteren opgehaald. Daar was wel echt super gezellig. Lekker gegeten, barbecue en zo. En toen hebben we Ex on the Beach gekeken hier. Dus zijn we gaan slapen eigenlijk. Want vanochtend gingen we om 8 uur op. Het is nu 10 uur. Ik heb nu online les de hele dag. Echt saai. Daar moet ik werken. Dus niet zo'n bijzondere dag of zo. En het wordt ook wat minder mooi weer. In ieder geval, het wordt wel warm. Maar niet echt zon en zo. Een beetje regen. Maar in ieder geval, sorry dat ik zo niet heb gevlogd. Ik weet ook echt niet. Ja, ik zat gewoon even. Ik had gewoon gezellig. Niet echt aan de vroege dag of zo. Nou, het is inmiddels 4 uur. Ik heb online les gehad de hele dag. En ik heb net een video geëdit. Ik heb nu een beetje kwark met krusli gemaakt. Ik ga even nog buiten zitten. En dan ga ik zo meteen naar mijn werk. Ze zei dat het vandaag ging regenen. Maar het is gewoon hartstikke mooi weer. De zon schijnt gewoon helemaal. Heerlijk. Genieten. Ik word heel depressief van regen. Maar dit is top. Alright guys. Het is inmiddels avond. Ik heb mijn horloge even genomen. Dus ik lijk echt al mishandeld. Het is echt zo erg. Ik weet ook gewoon niet wat er is gebeurd. Maar ik ga naar de sportschool. Met Bo. Ik kom trouwens terug van mijn werk. En ja, we gaan lekker sporten. Ik heb lekker een sportpakje aan van Stronger. Ik laat ze dan even goed zien in de spiegel. Het is echt vet mooi weer nog. Love it. Het werken was ook echt mega chill in dit weer. Echt heerly. Ik heb ook al mijn video geëdit voor dit weekend. Dus vind ik helemaal chill. En ik ga morgen een video opnemen met Victoria. Ook helemaal leuk. En ik ga mijn spiraal laten zetten. Ik had namelijk een. Kijk, dit is trouwens mijn sportoutfitje. Deze legging van Monica Geus collectie. Dit topje. En hier van de achterkant is echt een fucking leuk detail. Maar van de Monica Geus. Nee. Wat moet ik nog maar zeggen? Oh ja, ik had altijd een hormonenspiraal. Maar die heb ik eruit laten halen, want ik wil geen hormonen. Dus ik ga nu lekker een koperspiraal nemen. Nou, lekker. Ik zie er wel echt tegenop dat ding te laten zetten. Maar ik wil gewoon geen hormonen. En ja, dat is ook gewoon een hint, dus daarom kies ik voor de koperspiraal. Dus dat. En ik heb er helemaal geen zin in, maar ik moet. Oh my god guys, ik tril helemaal. Ik heb dus net gesport met Bo. Ik ben echt helemaal naar de kloten. We hebben echt 2 uur gesport, maar wel echt niet helemaal goed.
So I'm happy. We zitten in de auto. We hebben echt 2 uur gesport. Echt niet normaal. Het is letterlijk 11 uur s'nachts of zo. Ja. Nee, s'nachts. Ja, nou is echt laat. Normaal slaap ik, lig ik nu al lang in bed. Ja. Maar, oh, ik ben echt blij, man. We hebben echt een beetje een soort routine nu. Ja, we hebben nu wel heel uitgebreid. We hebben wel heel uitgebreid gedaan nu, hoor. Ja, en we hebben nu ook gewoon een beetje gekeken van wat... want nu is maar, als je alleen bent, dan ga je niet echt nieuwe dingen uitproberen. Nee. En als je samen bent, zo, dus hebben we het vandaag een beetje gedaan. Ja, dat was eerst fucking druk. Dus toen, ja, we hebben een beetje van alles en nog wat gedaan. Op zich ook gewoon allemaal goed. Maar ja. Op een gegeven moment wilden we gewoon echt squatten. Maar er zijn letterlijk maar 2 squatrekken bij onze sportschool. Ja. Ik was toen in Meppel. Nou, daar hadden ze er wel 15, weet je wel. Het was zo groot, ja. Dat is zo, het was echt zo, op zo'n industrieterrein. Echt zo mega basic. Dat ja, dat. En dan is iedereen gewoon soort met zichzelf bezig, ja, zeg maar. Ja. Maar ja, op zich vind ik onze sport ook wel chill, want het is gewoon klein en niet heel bijzonder. En je hebt niet echt van die patsers van, wow, kijk mij. Nee. Meer eigenlijk of hele oudere mensen of van die jongere jongetjes of zo, ja, weet wat, je wel. Ja, wat jongere jongens inderdaad. Ja. En of echt wat echt van ouderen. Ja. Echt van onze ouders leeftijd. Ja, inderdaad. Niet echt van onze leeftijd. Ik ben nooit iemand echt van mijn leeftijd. Nee, ik ook niet. Rond de 20. Maar die gaan misschien naar een betere sportschool. Zo, weet je, ja, of die gaan andere tijden natuurlijk. Ja. Maar ja, in ieder geval, het was helemaal chill. Even kijken, volgende week gaan we sowieso weer. En zaterdag allebei even zelf. Ja. Maar ik ga denk ik niet te veel benen doen dan hoor, want ik ben dan helemaal naar de kloten. Inderdaad, dus gaan we dan even, ik ga buik doen. Ja, oh ja. Dan ga ik gewoon even zo'n filmpje aanzetten. Ja. Of dan moet je wel. Ja, dan moet je. Of zo'n app. Ja, zo. Daarom. Als je alleen zeg maar op dat matje ligt, dan denk je, ah ja, dan mee. Ja, en dan denk je, nou, 5, 6, ja. En doei. Nou, helemaal leuk. Ik vond het helemaal leuk. Ik echt ook. Heerlijk. Ik voel me echt helemaal fit. Ja, ik ook. Ik heb echt zin om het allemaal op te gaan bouwen. Ja, ik ook. Heel benieuwd hoe dat gaat. We hadden dit echt jullie moeten doen. Zo ja, dat hoorde het net van dan in de zomer dat eigenlijk. Maar het komt ook door nu pas. Het is net pas 2 weken open. Ja, ja, klopt. Maar ik bedoel, stel dat eerder open hadden we gewoon echt, denk al wel strak geweest voor de zomer. Ja. Snap je? Want we waren al met gezonde voeding en zo. We zijn allemaal nu drie maanden. Ik ben nu 3 maanden met gezonde voeding bezig. Ja. Met die personal training. Ik ook, sinds februari of zo. Maart. Ja. Dus ja. Maar ja, toen, ja, thuis sporten, dat is gewoon niet te vergelijken. Nee, dat is gewoon niet te vergelijken. Maar ja, ik vind het helemaal geslaagd. Ja, ik ook. Goedemorgen, zonder zorgen. Het is vandaag alweer vrijdag. Ik weet echt niet waar deze week heen is gegaan. Maar zo. Ik ga nu even lekker editen. En dan moet ik iets voor school doen. Ik moet ook sowieso op school zitten. En ik ga om 10:30 hier weg. Ga ik naar Fik in Amsterdam. En dan gaan we een sushi mukbang opnemen. Helemaal leuk. Helemaal gezellig. En vanmiddag ga ik mijn spiraal laten zetten. Ik ga dus een koperspiraal nemen. Ik had hiervoor een Mirena spiraal. Dus met hormonen. Alleen, ja, ik praat hier eigenlijk helemaal niet vaak over. En het boeit me helemaal niet of ik er wel niet over praat. Want ik boeit me niet veel. Maar ik praat er gewoon niet veel over. Ik heb dat heel erg genegeerd. Oké, ik ben helemaal ready. Ik ga zo meteen op scooter onderweg. Dan ga ik sushi ophalen, gaan we sushi met mij opnemen. En nog een hele andere leuke video dat we gaan praten over onzekerheid van vrouwen en meiden. En vet interessant. Vind ik altijd leuk om over te hebben. En daarna ga ik naar huis en dan ga ik mijn spiraal aan het zetten. Ik zweer, ik ben zo zenuwachtig. Ik heb helemaal buikpijn van zenuwen. Ik vind het echt niet leuk, maar ik zit mezelf helemaal gek te maken waarschijnlijk. Tot. Ja, het is gewoon een kutgevoel, maar op zich, het is zo kort. Het valt wel mee. Ik heb het natuurlijk gewoon al een keer gehad, maar... Oh, ik heb geen zin om... Oké, maar ja, ik ga. Oh my god, ik ben heel zenuwachtig. Fuck my life. Ik heb hem trouwens al binnengekregen. Ik kan wel even laten zien hoe het eruit ziet. Misschien zijn jullie wel vet geïntegreerd. Ik heb dus een koperspiraal. Die is wel veel kleiner als de Mirena. Want die was echt zo groot. Ze zei ook dat een koperspiraal zetten een snellere handeling is. Dus het sneller is gedaan. Maar ja, dit is het. Hoe weird.
Ik ben heel erg benieuwd of ik dood ga. Of dat ik nog leef. Nou, ik ga natuurlijk niet dood. Zo overdreven. Maar ja. I'm the drama queen of the year. Oké. Even normaal. Nou jongens, ik ben bij Vicky. Alleen, we zijn alweer klaar met filmen. Ja. We hebben alleen maar zitten kletsen en video's. Ja. Helemaal gezellig. Nou ja, ik moet nu snel door, want ik moet mijn spiraal laten zetten. Ja, ik heb hier zo geen zin in. Ik hoop dat die wijn wat goed is. Maar misschien mag het wel. Ja, vorig jaar was ik ook helemaal brak. Oh, echt? Ik heb mijn theewijn van tevoren. Moet ik even kijken of die paracetamol of zo? Oh ja, dat is wel. Ja, dat had ik gelezen. Had ik helemaal opgezocht. Heb je misschien ibuprofen of dat niet? Ja, ik ga even kijken wat ik heb. Ja, dan neem ik dat even. We hebben aardig van brakke middag gehad. Ja. Nee, maar helemaal leuke video's. Die komen binnenkort online. Dus helemaal check it out. Ja, ik heb ibuprofen. Yes. Nou jongens, ik ga nu weer naar huis. Het is echt super gezellig. Ik zie er niet uit. Ik ben zo zenuwachtig voor die spiraal. Mag ik dat? Nou, wordt helemaal top. Ik ga snel naar huis en dan gaat Stan gelukkig met mij mee. Love him. Oh my god, guys, ik ben zo blij. Ik ben net terug van spiraal zetten en het ging echt zo goed. Echt, het deed zoveel minder pijn dan ik in mijn hoofd had. En dat was de vorige keer. Nou, ik voel niet eens wat de vorige keer was. Ik helemaal doodziek ervan. Maar ik heb nu eigenlijk gewoon nergens last van. Ik vind het helemaal chill, helemaal top. Echt, ik slag echt de zweten daar, echt vreselijk. Maar het is echt 1 minuut heel kut en daarna voorbij. Dus aanrader, aanrader. Update over mijn spiraal. Het is nu avond. Ik had net best wel een beetje buikpijn, maar... Ja, meer gewoon alsof je ongesteld bent. Ik bedoel, ja, ik was al ongesteld, dus... Ik voel het gewoon een beetje een verlenging van de ongesteldheid. Ik heb net wel even een ibuprofen genomen. Want ja, het deed gewoon veel pijn. Maar ja, het is gewoon net veel gezellig bij hem. Ik ben heel erg benieuwd ja, hoe de aankomende dagen gaat zijn. En of ik er vooral heel lang last van ga houden. Ik heb natuurlijk wel een spiraal gehad. Maar mijn dokter zei dat in principe helemaal niks uitmaakt. Dus dan is het even een douche. Ik ga even make-up afhalen en zo. We gaan lekker slapen. We hebben net trouwens... Zijn we met z'n tweeën even naar boven gegaan. Hebben even lekker wijntje gedaan, spelletje gedaan. Dat was gezellig met z'n drieën. Niet zo bijzonder of zo. En ik heb leuke lijsten van de Senio. En die moet ik even op gaan hangen. Maar daar ga ik meer over vertellen in de volgende week vlog. Daar ga ik alles uitgebreid uitleggen. En de kortingscode, helemaal leuk. Morgenochtend moet ik tot 7:30 werken. En dan ga ik om 7:45 sporten. Zo vroeg op. En zo bijna 12 uur. Oh, je square of 11. Square of 11. Don't judge me. Dan ga ik lekker sporten. Ik ga even spullen opruimen op mijn kamer. Zeg een zooi. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdagochtend. En het is 7:00 PM. Ik ga helemaal stuk. Stan en ik zijn echt vroeg op. Maar dat komt omdat Stan zo meteen om 7:30 moet werken. En ik heb om 7:45 de sportschool gereserveerd. Dus ik moet hier achter van huis. Sportsetje weer aan, of course. En ja, we gaan... Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik dacht, ik ga hem gewoon helpen. Dan ga ik ook vroeg opstaan, want hij vindt gewoon kut. Maar logisch. Maar ja, ik voel me op zich niet heel moe. Dat valt mee. Super chill. Ik vind het chill om even vroeg mijn dag te beginnen. Lekker op je zaterdagochtend. Ik heb wel een beetje last van keelpijn. Altijd als vroeg wakker word. Alright, ik ben terug van het sporten. Het is inmiddels 9:30 of 10:00. Het is alweer 10:00. Ik heb mijn favorite sportpakje aan. Maar deze gaat nu even naar was, want ik heb nu al 2 keer gesport of zo. Ja, het was echt heerlijk. Ik heb vandaag een beetje mijn armen gedaan. Kijk dan, ik begin gewoon al een spierbal met een hele mooie blauwe plek. Mijn rug en mijn buik. Ik hou er echt niet van om mijn buikspieren te trainen. Maar het moet. Yay. Ik ga nu lekker douchen. En dan ga ik zo meteen boodschappen doen met mijn vader. Oké, ik heb me lekker gedoucht. En een cremetje op mijn hoofd gesmeerd. En ik heb de outfit of de thee aan. Ik heb een soort topje van Shein. Blazer van Naked. Broek van Naked. Schoenen van Naked. Ja, dat is de outfit. Kijken wat voor tasje er hier leuk bij is. Want
Er zijn best veel kleuren, misschien is deze gewoon. Ja, ik denk dat het is gewoon wel. Leuk. Het is inmiddels alweer bijna 1 uur. Ik heb even boodschapjes gedaan met mijn vader. Gezellig, ze zijn naar Alphen geweest. En ik heb ook boodschappen voor mijn oma gedaan. Dus die ga ik nu even bij haar geven. En ik ga denk ik ook even gezellig bij haar lunchen. Even een broodje eten. Gezellig. Ik zie mijn oma namelijk zo weinig. Echt jammer. En ik moet eigenlijk echt naar school. Maar ik heb zoveel last van mijn keel. Ik heb echt keelpijn. Dus ik ga zo meteen een sneltest doen. Ik moet ook echt nog aan school zitten. Een beetje last van mijn spiraal nu. Gewoon een beetje buikpijn. Maar ja, gewoon zoals ik zei. Een beetje alsof je ongesteld bent. Dus je voelt je gewoon bleh. Je hebt gewoon zin om in het bed te liggen en een serie te kijken. Dus dat ga ik ook wel doen. En ik ga vanavond echt niks doen. Ik heb echt nergens zin in. Dus ik ga gewoon lekker chillen. En morgen ga ik gezellig lunchen met Anne, Nina en Esmee. Dus helemaal gezellig. En dan willen we naar het strand. Maar het is niet echt goed weer. Maar we gaan wel even zien. Je kan ook binnen zitten nu. Dus super chill. Ik heb echt een chill weekend. Ik wil echt gewoon lekker een self-care weekend. Gewoon lekker heerlijk voor mezelf. Helemaal zin in. Dus dat is de planning. En ik kan gewoon niet wachten tot ik op vakantie ga. Echt, ik zweer het. Oké, jongens. Ik had dus om mijn, via mijn school zelftesten besteld. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Maar dat kon dus blijkbaar. En ik ga nu een zelftest doen. Want ik heb een beetje keelpijn. En ik wil gewoon weten. Oké, ik heb het even gelezen. En ik vind het nogal bijzonder moeilijk. Wat de hel. Ik ben echt benieuwd dat ik het gewoon helemaal fout doe. Ik vind het heel erg vaag. Maar oké. Ik ben echt bang dat ik het fout doe. Ja, ik moet dit ding in mijn neus gaan zitten roeren. Oh, wat vreselijk. Aan beide kanten. Oh, wat vreselijk. De dispenser dop stevig op het buisje. Ik snap het niet. Waar de fuck kan je druppels uithalen? Ik ben helemaal confused. Oké, ik had net een missend onderdeel. Ik ben zo helemaal dom. We gaan nog een keer opnieuw. Ik weet nu helemaal hoe het werkt. Dus let's fucking go. Ik heb nog nooit een zelftest gedaan. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe mij dit afgaat. Zo, het komt er nu gewoon uit. Dan moet ik bij de GGD gaan testen. Oké, daar gaan we. Ik kom mijn vader net aan. Die denkt misschien echt, wat de fuck is zij aan doen? Oké. Daar gaan we eerst bij 1. Helemaal van huilen. Oh my god. Wat kut dit. Nee, dan zit hoesten. Ja, ik ben zo'n test aan het doen. Hier, wat hoor ik joh. Ja, ik krijg niet helemaal over mijn nek zo wat. Ja, maar dan kan ik het zelf niet doen. Ja, dat is een zelftest. Ja, maar wil niet zeggen dat je... Hé, dit is helemaal fout. Wat? Waarom gaat het elke keer fout bij mij? Wat doe ik fout? Ik snap het niet. Waarom doe je dat dan? Ja, nou roeren in je neus en dan... Godverdomme. Oh my god jongens, ik heb het al uitgevonden. Ik ben gewoon zo ontzettend dom. Het werkt wel gewoon, maar je moet gewoon even wachten. Ik denk, die van mij overspoelen weer helemaal, maar... Ik moet nog even wachten. Nou, nu heb ik er 2, dan weet ik tenminste of het goed is of niet. Ik ga stuk. Alright, het is inmiddels al zaterdagavond. Ik ben echt een soort van niet lekker. In ieder geval, ik ben echt een beetje futloos. En ik denk gewoon dat ik een beetje buikpijn heb van de spiraal. Gewoon een beetje
dat veel energie kost. En vanochtend vroeg op en gesport en dat ik gewoon niet moeten doen. Maar ik ben een beetje dan aangekomen. Ga lekker chill avondje. Ga niet zoveel doen. Lekker samen chillen. Echt zoveel zin in. En op tijd slapen. En ook morgen, pray God, dat ik wat beter wakker word. Maar ja, ik ben niet ziek. Ik heb alleen spierpijn. En ik heb gewoon buikpijn van spiraal. Ik denk dat die twee dingen gewoon veel energie van mijn lichaam vragen nu. En dat ik me daarom gewoon zo moe voel. En vroeg opgestaan. En hard gesport. Dus ja, ik denk dat dat gewoon allemaal een beetje bij elkaar te veel is. Dus daarom ga ik nu lekker rustig aandoen. En morgen ga ik gezellig lunchen met de meiden. Dus dat wordt helemaal leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik zit in de auto bij Anna. En Nien op de FaceTime. Hey, ja, klopt. Oh. Oh. En we gaan onderweg naar het strand. En Smee, die hoort natuurlijk ook bij. Maar die zou eerst ook meegaan, maar die kon er niet. Want hoort moest natuurlijk ook bij. Ja, nee, maar die denken van waar ze is mee. Maar natuurlijk ook bij. Maar Essie die moet les geven, want ze geeft dansles. En ze moet een eindvoorstelling of zo, weet ik allemaal. Allemaal kut, dus die kan helaas bij zijn. Het is echt niet normaal heet. Zo, het is echt fucking heet. Maar we hebben over een kwartier gereserveerd. We moeten Nina nog ophalen en moeten nog heen rijden. Dus we gaan het natuurlijk weer niet halen. Of ik ga even bellen, dat kan later. Ja, misschien wel netjes, want misschien geeft ze onze tafel wel weg. Ja. Maar eigenlijk moeten we dat gewoon bellen als we onderweg zijn. Als we weten hoe laat het is. Ja, ja. En, want ja, ik denk dat parkeren, dat zat natuurlijk helemaal vol. Dus dat plekje wat ik heb is top. Dat is echt goud. Ja, dat is echt goud. Maar, ja, ik ga even gaan, ja, we zijn er over 5 minuten. Ja. Ja. Oké, wacht, snel. Oh, doei. Ik ga ze helemaal redden. Maar vanochtend had ik een schooldag gemaakt. Echt goed voor mezelf en ingeleverd. Helemaal top. Dat is echt lekker. Ja, dat is echt een heel goed gevoel. Ja. Maar ja, ik heb nu nog 4 andere deadlines. Dus weet je. Maar ja, daarna deze week. Ja. Allemaal aankomende week. Echt kut. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Oh jezus. Maar daar moet toch wat komen denk ik. En anders zoeken ze maar lekker uit. Kut. En ik ben ook nog naar herkansing van vorig jaar. Daar heb ik ook nog niks aan gedaan. Ja. Social media. Oh nee, dat had jij niet. Of wel? Nee. Had jij ondernemerschap? Nee, ik had digitale media. Ik weet niet. Ik moest een social media campagne opstellen over LGBTQ. Ja, dat had ik ook. Ja. Oh. Maar stuur even die van jou naar mij dan. Maar dat is voor groepsopdracht? Nee. Wacht even, waar vind je het ook dan? Ja, ik had dat gewoon als individuele opdracht. Hè? Die LGBTQ plus campagne? Ja. En dan hadden wij me gewoon een groepje hoor. Nou, wij niet. Oh, dat raar. Die moet ik nog helemaal maken. Oh, wat kut. Was dat veel werk? Ja, ik weet alleen dat we. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed over na. Oh. We hadden gewoon een hele campagne. Ja. Maar hè, wij waren echt met z'n 6 of zo. Nou, wij moeten gewoon in ons eentje doen. Maar ja, ik moet dat dus herkansen. Ik had dat namelijk gewoon niet gemaakt en niet ingeleverd. Nee, dat snap ik. Want ik vond, ja, ik had geen zin meer vorig jaar. Het was wel zomaar, ik was alleen maar aan het varen. En dan zei ik, dacht, joe. Maar ja, nu moet ik het nu weer doen. En nu wil je ook varen. Nu wil je ook varen. Dus ik dacht, joe. Nee, dus dat moet ik wel echt doen. En nou, we gaan het allemaal wel zien. Maar ik ben helemaal blij weer van het weer. Gisteren voelde ik me weer helemaal kut in bed, ziek. En nu voel ik me weer helemaal leuk. Echt chill dat je weer beter bent. Ja. Nou jongens, we zitten lekker op het terras. We mochten gelukkig nog plaatsnemen in Chicago. We hebben echt heerlijke dingen. Ja. We hebben lekker sashimi en parmezaanse frietjes. En zeker daar gyoza. En burrata. Heerly, de peerly. Oh my god, guys. Hoe lekker. Dit is echt leven. Die vond ik wel echt knijp. Nee, dat lacht mij niet. Jongens, we zitten nu bij een andere strandtent, want we werden echt weggekeken. Ja, we waren een uur te laat. Ja, we waren een uur te laat. Ja. Maar we zitten nu lekker bij de branding, voor de mensen die het kennen. Bij de branding. Hoe dan? Branding. Heerlijk, met girls. En we hebben lekker een cocktail besteld. Ik heb, of course, de Cornstar Martini. Jij hebt, oh nee, je hebt geen cocktail. Zij is de Bob. Ja, zij is de Bob. We drinken en Nina heeft ook een Cornstar. Nou, helemaal lekker. Ik ga zitten nog gourmetten bij Stan. Nou, ik word zo tonnetje rond vandaag.
Nee, maar we hebben net wel echt gewoon perfect lekker gegeten. Ja, maar gewoon maar niet te veel. Maar echt ja, nee. Maar gewoon lekker. Gewoon echt perfect. Ja. Een paar lekker lichte hapjes, maar helemaal leuk. Helemaal leuk. I love my life. Of course is het natuurlijk alweer maandag. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de vlog. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. Vergeet je even niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren en te volgen op Instagram. En ja, dan zie ik jullie snel weer. Volgende week is mijn laatste week met school. En dan heb ik vakantie. Ik ga over drie weken ook op vakantie. Dus ik kan niet wachten. Maar goed, dat komt eraan. Ik heb allemaal super leuke vlogs aan. Ik ga ook aparte Sakintos vlogs maken. Dus be ready. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Doei.